Ik moet even mijn hersenen aanzetten. 1 seconde. Ah! 3 uur geslapen. Goedemorgen. Gedrukte tand komt er €250 bij. 1250 binnen. 1500 binnen. 1750. Doet hij het wel? Ja! Glazen huis, dat is echt iets wat ik vroeger echt zo vet vond altijd. En het is echt leuk om hier te zijn. En Olivier is nu in Olivier. Olivier is in Apeldoorn. Nou, hij is gewoon aan het springen op zijn eenwielen alsof het een stuiterbal. Hoe doe jij dit, Casper? Wat hebben jullie gedaan voor het Wereld Natuurfonds? Koekjes verkocht langs de deuren bij ons in de buurt. Ja, hebben jullie koekjes zelf gebakken ook? Nee, want daar hadden we geen tijd voor. Oh. Here, rock 'em up in this one of the friends. Tijdens mijn laatste vergadering met 3FM nam ik dit ding mee. En ik heb hem nu 4-5 jaar op een piano staan. Ik denk van ja, ik moet hem toch een keer teruggeven. Dit is het moment. Iemand moet ervoor bieden. Ja. Het is dus de belangrijkste radioprijs van het jaar. Dit is een uniek stukje omroephistorie. Het zou mooi zijn als mensen niet de politie bellen omdat ik dit ding gejat heb. €225 geboden door Hugo. Hugo, €225. Je zou wel een schaap zijn, wil je daar niet overheen gaan. Ik heb 2 bellers aan de lijn. Die heb je met de veiling altijd. Dan bellen er ook mensen in. Hallo met de radio. Ja, hallo. Rob, Giel hier. Dan doe ik €538. Giel Beelen heb ik hier staan voor €538. G. Ekdom uit Utrecht. 50 jaar gaat dan naar... dat zeg ik 600. 600 geboden. Ik ga de laatste minuut in gooien. Spannende muziek, want... Ik ken hem niet, maar Wouter Wolters van bureau Wisselstroom... appt via de app van 3FM. €1500. Ja, ik zou zeggen, iemand bij ons heeft toch ook heel veel Shambhala-druppels verkocht. Dat zou je toch zeggen? Ik ben bij de publiek omroepen, lijkt me echt niet zelf. Niemand meer dan 1500 en €10, €1525 voor Wouter Wolters. Op de klok, 1525, 1530 voor Jurgen. Afgeklapt. Holy shit. Bam. Zonder het regenwoud zitten we in grote problemen. Met het klimaat, maar ook alle biodiversiteit, de ecosystemen die erin zitten. We hebben een hele mooie planeet, maar het is maar een hele beperkte planeet. Een kleine, fragiele planeet, daar moeten we heel zuinig op zijn. En hier kunnen we een verschil maken. Hè? 1,2 miljoen? Wow! Nee! Wow! 1.215.462 euro. Wat een bedrag is dit! Wow! Wat een bedrag! Wow! Hallo! Ik kom een koffer veilen. Oh, wat leuk! Ik bied 75. 75. Martijn, ga jij hoger dan 570? Gezonder. Hey. Jullie gaan een liedje zingen. Laat je een labos, laat je mama toch niet los. Wow. Hoezo heet je DJ Kut? Omdat ik kut draai. Brian en ik hebben elkaar leren kennen vorig jaar in de Zoom bij jullie. Tijdens Serious Quest. Ja, en eigenlijk is wel een van mijn beste vrienden geworden afgelopen jaar. Dat is toch te gek, jongens? Ja, dat is mooi. We zijn in de straat voor Shell. We hebben de bomen net uit de bus gegooid. We zijn aan de heet aan het kijken of er misschien al politie is gebeld... omdat ze ons wel al een keer door hadden. Toen zijn we weggelopen. Het is zenuwslopend dit. We gaan nu rennen. We gaan nu gewoon die bomen pakken. Zet ze vast, dat ze er niet zomaar vanaf komen. Ja, we gaan ze vastketenen. We hebben iets van 14 bomen nu neergezet voor de Shell. Het is gewoon gelukt. Ja, wat lukken. Het is gewoon gelukt. Goed gedaan, stel die auto. Maar het is gewoon gelukt. En wegrijden.